Dan komt voor de creators Raoul achter de bal. En we zien de derde bal op de lat deze avond. Hij had zijn eerste goal kunnen maken. Ik wil gewoon niet mijn eerste doelpunt uit penalty scoren. Ja, weet je, laf. Logisch, maar de keeper van JSV stond te ver voor zijn lijn. Hij had overgenomen moeten worden. Dat gebeurt niet. Robbie. Daar gaat Raoul. Is dit buitenspel? Het mag voor nu door. Raoul. Omspeelt de keeper. Dan twijfelt hij even. Maar hij scoort hem toch. Zijn eerste voor de creators na 5 jaar strijden. En of hij er blij mee is. De assist was van een andere bankzitter. Geen buitenspel, niet gevlacht. Een Raoul-punt. Zo. Met die linker van hem. Die gouden linker. Scoort hij dan toch. Een hele belangrijke ook nog eens. Ja. Nee, het was geen buitenspel. Hij telt gewoon. Wat een week voor Raoul. Zijn Inter, zijn Stefan de Vrij koploper in Italië. En dan wilde hij een publiekswissel naar dit doelpunt. Wat blijft hij cool. Keeper goed omspeeld. Een echte spits. Hij verdient een publiekswissel. Maar moet nog even door. Mooi vreugde zeg. Van hem. 3 doelpunten maken. Zo, nou dat had je nooit niet gedacht ooit te mogen zeggen. Meer dan de helft van de productie. Ik ben trots op jullie man, vrienden.